Hallo en welkom op mijn kanaal. Vandaag een scrappagina. En ik gebruik hiervoor de flanair kit. En ik had de 12x12 add-on besteld. Alleen om deze pagina, want ik vond die vogeltjes zo schattig. En aangezien ik op 9x12 werk, moest ik er een strookje afhalen. Maar ik kon het niet over mijn hart verkrijgen om door het ene vogeltje heen te snijden op de rechterkant. Dus ik had hem iets kleiner gesneden. En ik kies ervoor om dan nog een strookje uit een ander 12x12 blaadje nog te gebruiken om hem extra aan te vullen. Nou, hier zie je mij dat afmeten. En dan is het altijd even lastig om hem weer rechter aan te plakken, zodat het weer netjes 9x12 wordt. Dus ik leg mijn liniaal erbij aan de bovenkant. En aan de onderkant zit op mijn glasplaat een liniaal, zodat ik het dan precies recht kan plakken. Je zou ook een andere 9x12 pagina eronder kunnen leggen en hem dan recht kunnen doen. En ik heb ervoor gekozen om het op deze manier te doen. Nou, inmiddels zit mijn groene strookje eraan. En zie je hier ook een cutfile dat je er extra bij kon kopen. Nou is dat cutfile wit en dat vond ik niet mooi. En toen ik later deze video terugkeek, denk ik, waarom heb ik er geen papiertjes achter dat cutfile gedaan? Geen idee, maar ik kies ervoor om het cutfile een kleurtje te geven. En ik test een aantal groene kleurtjes en het wordt uiteindelijk de Oasis Green. En terwijl ik die andere kleurtjes terug doe, zie ik ook een wat roze kleur die ik vind dat erbij past. En dat is de Malted Mauve. En het zijn allebei Versa Magic Chalk Inkt die ik hiervoor gebruik. En ik wil het wat slordig kleuren, zeg maar. Dus ik gebruik de packaging techniek om hem wat kleur te geven. Dan moet ik zeggen dat met deze groen me nog wat tegenvalt hoeveel kleur die vasthoudt als je er wat water op doet. Maar goed, uiteindelijk komt het allemaal wel goed. Nou, de onderkant is ook helemaal groen, dus even schoonmaken en drogen. En dan pak ik het roze en daar doe ik hetzelfde mee. Die roze is wat intenser van kleur. Die gaat iets makkelijker. Nou, je ziet er mij wat random op de cutfile deppen. En dan zie ik dat, dat groen nog niet zo terugkomt. Dus ik denk, weet je wat, dan ga ik er gewoon met het stempelkussen rechtstreeks op. Maar dat vind ik dan weer niet mooi. Dus ik pak mijn waterbrush erbij. En ik neem wat van de kleur op die ik op het plasticje heb geplaatst. En ik ga heel losjes uit de pols nog wat groen blij kleuren. En dan wordt het wel echt de groene kleur die ik graag zien wil. Nou, dan kan ik hem nog even drogen. En dan kunnen we gaan kijken wat het effect wordt. Ik moet zeggen dat ik vond dat hij nog niet heel veel uitsprong. Maar daar komen we straks nog wel op terug. Hier heb ik de Pocket Page Kit erbij gepakt. En wat Pocket Page kaartjes uitgezocht om als laagjes te gebruiken. Ik had hier geen paperpad bij deze kit. Of add paper. Toen was er al een paperpad. Ja, geloof het wel. Dus ik kies ervoor om mijn pocket page kaartjes, mijn grote, te gebruiken als laagjes. En ik kies voor de groene en de roze kleur. Die ook wat terugkomen in de vogeltjes. Nou, zo laat ik een aantal voorbij komen van welke zal ik gebruiken. Nou, deze met die kriebeltjes, daar zit het groen, het roze, maar ook dat paarsige wat in, wat ook in het vogeltje linksboven zit. Nou, dan pak ik even mijn potlood erbij om hem op maat te maken. Snij ik er een strookje af en dan maak ik er een soort U-vormpje van, zodat het binnenste toch bewaard kan blijven. Snij de linker en de rechterkant met de snijmachine. En het andere stukje gaat met een mesje
Want dat wil niet met een snijmachine, want dan snij ik ook een van de pootjes eraf, om het zo maar te zeggen. Nou. Dan hebben we een U-vormpje. En zo doen we dat ook met de andere laagjes. Dan heb ik ze inmiddels een beetje in elkaar liggen. En ik had nog een strookje van dat papiertje waar ik mijn blaadje mee verlengd over. En dat vond ik dan wel leuk om dat terug te laten komen. Dus die komt aan de linkerkant er nog onder. Nou, dan eens even kijken hoe het allemaal bij elkaar lijkt. Het is nog niet in elkaar geplakt. Het zit allemaal nog los. En dan ben ik redelijk tevreden. Dus dan kunnen de laagjes in elkaar, krijgen ze een zwart lijntje. En kan ik ze in elkaar plakken. En dat in elkaar plakken doe ik op de achterkant van de foto met fotospletjes. Zoals jullie van mij gewend zijn. En ook deze randjes kunnen prima met fotospletjes. Foto erop. En nou zit hij helemaal in elkaar en kan alleen dat groene strookje moeten nog aan. Nou, dan kijken we weer even hoe het staat. En dan denk ik, hij springt er nog niet genoeg uit. Ik denk, weet je wat? Ik pak nog een stempel. Ik heb nog van een mixed media kit van vorig jaar, van 2018, een scripted font. En die gebruik ik heel veel, moet ik zeggen. En met zwarte inkt stempel ik dat random op de cutfile. En daardoor komt hij echt wel iets meer naar voren toe. Ik weet inmiddels dat ik dat in het midden niet hoef te doen, want dan gaat toch die foto overheen. Dus aan de randjes heb ik dat wat gedaan. Nou, dan is het even kijken welke embellishments ik wil gebruiken. Maar eerst even een zwart lijntje om de hele pagina zetten. En dat doe ik dan bewust doorgetrokken ook over dat groene heen. Dus dat groene krijgt niet zijn eigen zwarte lijntje, maar maakt een geheel met de pagina. En dan pak ik witte letters. Ik weet niet eens uit welke kit ze komen, maar goed. En daar maak ik de titel mee. En de titel is Dakayam. En Dakayam is een dagvakantiekamp voor jeugd in Meppel. Voorheen was dat voor kinderen die wat minder bedeeld waren om toch op vakantie te kunnen. Inmiddels staat dat ook voor alle jeugd in Meppel. En mijn zoon en dochter hebben daar een aantal jaren heel veel plezier gehad. Ergens op een militaire tankbaan in het bos. Feest vieren en doen. En hier was ze gesminkt. Ik ben een dagje wezen kijken bij haar, of een dagje. Een uurtje. En dan vind ik het ook alweer genoeg. Maar ze heeft het zo naar de zin. En dat is echt fantastisch. Nu, nou, inmiddels heb ik de clustertjes ook al wat gemaakt. Allemaal uit de flanairkit. En ik heb het voor de postzegel Hello Summer gebruikt. En ik heb net de sticker Sunny opgeplakt. En bovenaan een wolkje met Be Free. En daar zit een paarse cirkel onder. En bij die clustertje rechts zit een roze cirkel onder en hier komt nog een etiketstickertje onder in het groen, om het groen nog iets terug te laten komen in die hoek. Nou, dan is die inmiddels klaar en dan laat ik nog even wat foto's van dichtbij zien. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als je nog vragen hebt over hoe ik bepaalde dingen doe, dan hoor ik dat graag. En vond je deze video leuk? Geef me dan een duimpje. En tot de volgende keer!